Goedemiddag, dames en heren. Wij staan hier aan een mooie locatie hier bij de Maas. En dit in verband is met de bijeenkomsten van de Meanderende Maas. Dit project, dus dat nu de bijeenkomsten zijn in Lid, Maasbommel, Ravenstein en Megen. Deze worden gehouden omdat die dus de plannen zijn redelijk definitief. En als, mocht u nog bezwaar willen maken, dan kan dat nog steeds. Goeiedag, welkom op deze mooie prachtige locatie hier in Ravenstein. Wie bent u en wat komt u hier doen? Ja, dankjewel. Ik ben Joep de Greef. Ik ben omgevingsmanager van het project Meanderende Maas. Wat ik hier kom doen is dat we vanavond een informatiebijeenkomst hebben en vanmiddag. Vanuit het project Meanderende Maas. Meanderende Maas is de dijkversterking tussen Ravenstein en Lid. Maar ook rivierverruiming, gebiedsontwikkeling. Dus eigenlijk een project waar we met 10 partners bezig zijn om het hele gebied veiliger te maken, maar ook mooier en beter het hele gebied wat fijner te maken. Mm-hmm. Zijn deze plannen die hier nu worden gepresenteerd, die zijn nu definitief? Ja, eigenlijk zijn we, want we zijn natuurlijk niet voor het eerst hier. We zijn de afgelopen jaren vanuit het project al regelmatig in het gebied geweest om met het gebied het ontwerp ook te maken. En wat we nu laten zien zijn eigenlijk de ontwerpen die we eerder wel hebben laten zien. Maar die zijn nu vastgelegd in allerlei besluiten. In totaal hebben we 18 besluiten en vergunningen. En die liggen deze weken ter inzage. En dat is eigenlijk de formele stap in het besluitvormingsproces. En mensen kunnen dan zienswijzen indienen als ze het ergens niet mee eens zijn of wel mee eens zijn. En dan, is er nog een mogelijkheid dat we nog wat dingen moeten aanpassen. En dan over een aantal maanden worden de besluiten definitief vastgesteld. En wat de mensen ook heel graag willen weten is dus, wat verandert er dus hier eigenlijk tussen Ravenstein en tot en met Megen, Magaren? Ja, er verandert best veel en dat hebben we de afgelopen jaren ook al laten zien. We zijn 14 februari zijn we nog in Ravenstein geweest, specifiek om te laten zien van nou, wat gaat er nou gebeuren met de kademuur, met de rondelen. Er zijn op het hele traject doen we op allerlei verschillende manieren zijn we bezig om de dijk te versterken. Dus dat kan ophoging zijn, maar dat zijn ook heel veel damwanden die erin komen. En daarnaast halen we de 2 oude meanders in de uiterwaarden, maken we weer terug open. Daar komen oude geulen, die halen we eigenlijk weer open, waar we en ruimte geven aan de Maas, maar ook heel veel ruimte aan natuurontwikkeling. Dus in totaal maken we ongeveer 500 hectare nieuwe natuur weer in het gebied. En dat is, naast dat het voor de natuur prettig is, is dat ook voor de mensen die er wonen, maken we er allerlei wandelpaden doorheen. En kan je de natuur ook veel beter beleven dadelijk. Ja, want die wandelpaden die zijn dus echt gericht op de natuur. Ja. Dus zoals ik heb begrepen, dus ook op vossen, op dassen, marters. Dus en daar gaan jullie allerlei dingen nog voor ontwerpen dan? Ja, kijk, het is natuurlijk geen kaal gebied. Dus er leven al allerlei beesten waar we het gebied ofwel beter voor maken, zodat we ze kunnen aantrekken. Ofwel dat we dassen die er wonen, die we een andere plek gaan bieden. Maar die blijven ook in het gebied. Dus het wordt er vooral aantrekkelijker voor beesten. Waar wij natuurlijk als waterschap mee spelen is dat er ook nog steeds meer bevers in het gebied zitten. Nou, die willen we het liefst niet in de dijk, maar die mogen prima in de rest van het gebied verblijven. Mm-hmm. En net ten opzichte van de laatste plannen, verandert er dan bijvoorbeeld voor hier voor Ravenstein iets? Nee, eigenlijk wat we in februari hebben laten zien. Ja? Dat ontwerp, dat hebben we nu vastgelegd in al die besluiten. Dat sluit nog op elkaar aan. Dus dat kan voor de mensen die er toen bij waren, zullen daar vanavond geen verrassingen te zien zijn. Nee. Dus de kademuren die toen zijn besloten, die blijven hetzelfde? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Megen en Magaren gaat er wel iets veranderen, want er is wel een wijziging. Kunt u iets meer van vertellen? Ja, dat is niet zozeer een wijziging ten opzichte van februari en ook niet ten opzichte van wat we vorig jaar hebben laten zien. Maar wat belangrijk is dat eigenlijk over die hele 26 kilometer, dus ook bij Megen en Magaren, we gewoon de dijk gaan aanpassen. En op het ene stuk kan het zijn dat we de dijk ophogen, op het andere stuk komt de tuimeldijk. Dus dan blijft de dijk op de, op de,
plek liggen waar die nu ligt en komt er eigenlijk een dijk naast. Zodat we de karakteristieke bomenrijen gewoon kunnen sparen. Dat blijft dan zo. En eigenlijk op verschillende plekken komen de damwanden in de dijk. Om te zorgen dat die steviger wordt. Mm-hmm. Vooral het pipingprobleem. Dus als er hoog water is, dan kan je water onder de dijk doorkrijgen om dat te voorkomen. Nou, dat speelt eigenlijk over het hele traject op allerlei verschillende plekken. Ja, en de schepen die dus uit de haven, dus vanuit het kanaal komen varen, ja. Daar komt daar ook een wijziging? Ja, wat we daar doen is dat we vooral aan de kop van het kanaal, dat is nu redelijk smal en dat steekt een beetje uit, daar halen we eigenlijk de scherpe hoek halen we daar af. Zodat de schepen daar iets makkelijker de bocht kunnen maken. Vooral het kanaal uitstroom opwaarts, dat ze daar wat makkelijker kunnen draaien. Mm-hmm. Net met de natuurgebieden, want het wordt heel veel natuurgebieden. Dus eigenlijk van Ravenstein tot en met Lid, zeg maar. Ja. En wie gaat de natuur beheren? Ja, dat is eigenlijk grotendeels natuurmonumenten. Die is al op veel plekken is die al eigenaar of zit er al tegenaan met gronden. Dus waar echt natuur is, daar, natuurmonument is een van onze partners in het project. Dus die worden daar beheerder van. De dijk zelf blijft in beheer van het waterschap. En er zitten nog wat geulen in waar Rijkswaterstaat toekomstig beheerder en eigenaar van wordt. Mm-hmm. Ook mag er dan in die natuurgebieden, mag er daar wel gevist worden? Ja, dat is een goede vraag. In principe niet. Want het heeft natuurmonument ook liever niet dat in hun natuurgebieden gevist wordt. Dus recreëren mag wel, maar we richten ook dus langs de echte nieuwe geulen ook geen visplekken in. Ja, alle bestaande visplekken die er zijn in het hele gebied, dus langs de Maas, die blijven allemaal uiteraard. Dus dat blijft wel, ja. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk om te weten bij alle visclubs die er hier overal zijn. Ja, zeker. Nu al deze plannen definitief bekend zijn, wordt er dan nog tegenactie verwacht van iemand of iets? Of met vergunningen? Nou ja, het ligt ter inzage met vragen om reactie en zienswijze. En we hebben nu 4 avonden waar mensen ook al hun vragen kwijt kunnen. En vanavond is eigenlijk de laatste avond is Ravenstein, de 4e avond. Reacties die we nu krijgen gaan alle kanten op. Dus heel veel mensen zijn gewoon positief van joh, het gebied wordt mooi. Uiteraard ook mensen die echt pal aan de dijk wonen, die gewoon heel goed willen weten van nou, waar komt die damwand precies en hoeveel last ga ik daar straks van hebben in de uitvoering. We hebben nog niet, we merken niet dat er nou een hele grote weerstand is tegen het project. Bij mensen zelf voor de deur uiteraard wel van hoe gaat het er nou precies uitzien. Dat is uiteraard is dat heel belangrijk voor mensen, omdat je komt echt gewoon letterlijk bij mensen in de voor- of achtertuin. Mm-hmm. Ja, want recreatief, doen jullie daar nog iets mee? Ja, er komen een hoop fietsroutes, wandelroutes. Dus daar qua recreatie maken we het gewoon mooier. Dus dat levert over het algemeen dan niet zoveel weerstand op. Nee. En met de havens? Die blijven eigenlijk allemaal liggen waar ze liggen, zeg maar. Dus daar doen jullie niks mee? Nee, de toegangsweg naar de haven die verandert wat. Maar het is niet zo dat we de haven zelf veranderen. Nee. Oké, dankjewel voor deze hele fijne informatie. Ja, geen dank. En dan wens ik jullie heel veel succes. Dank u wel. De komende tijd. Dankjewel. Dank u wel.